Hoi, ik ga je laten zien hoe je twee grote vlechten die ingevlochten zijn in je haar kan maken. Omdat ik donker haar heb, kan je het niet zo goed zien. Dus ik ga even een lamp aanzetten. Misschien helpt dat een beetje. En dan ga ik je laten zien hoe je dit moet doen. Ik heb vorige keer al laten zien hoe je dus een invlecht hier, zo'n Lauren Conrad vlecht kan maken. En nu dus twee grote. En ik wist zelf nooit hoe je dit moest doen. En ik zag het altijd bij andere meiden en dacht ik van, hoe doen ze dat? Ik kan dat niet. Hoe doe je dat? En ik kan nog steeds niet een Franse vlecht. Dat is dus één grote invlecht, zeg maar. Dat kan ik niet bij mezelf. Maar met twee lukt het wel. En twee lijkt er heel erg op, maar dan doe je het dus zeg maar links en rechts. En toen heeft een collega van mij, die heeft het toen aan me geleerd. En ik vind het echt zo leuk. En het staat misschien soms kinderlijk of zo, maar ik weet niet, ik vind het wel wat leuks hebben. Nou, in ieder geval, dit is dus hoe je het doet. Weet je dat ik heel lang zit te twijfelen of ik mijn haar in een bob zal knippen? En nu lijkt het een klein beetje alsof ik een soort lange bob heb. En misschien is het toch wel leuk. Nee. Ik ga mijn haar lang laten groeien. Oké, wat je gaat doen is je gaat een middenscheiding maken. Ik heb een lok. Erg vervelend, maar die ga ik maar naar achter doen zo. Zo. Oké, dit is mijn lok. Die zal ik dan maar even naar achter doen. Nou, ik ga hem nu wel eventjes zo vastmaken. Want ik kan die niet meevlechten, daar zit te kort voor. Oké. Wat je gaat doen. Even kijken, je hebt nu dus een middenscheiding. Zo. Dan ga ik één kant even wegdoen. Vastmaken. En één kant gaan we invlechten. Ik zal het licht er even opschijnen. Zo, hopelijk kan je het zo zien. Je pakt dus, je begint hier. Aan deze kant. En je pakt drie plukken. En je gaat eroverheen vlechten. Dus weer zo. En elke keer dat je dat gaat doen, pak je wat haar mee. Let op, want je haar gaat natuurlijk helemaal tot hier. Dus je moet op een gegeven moment heel ver naar achter om haar te pakken. Ik denk dat ik het beste gewoon kan laten zien. Kijk, ik doe die nu hier eronder door, gaat die zo. En terwijl ik hem pak, met die duim ga ik hem zo pakken. Pak ik hier al wat mee. Dus je moet niet hier gaan pakken, maar echt al naar achter gaan. Zie je, elke keer als ik wat pak, pak ik wat haar mee. En soms heb je al te veel gepakt, zoals je nu hebt, dan kan je een paar keer vlechten zonder te pakken. Zit het wel goed. En dat is dus hoe je het doet. Dan ga ik de andere kant ook doen. Kan je ook even kijken. Ga ik het nog een keer doen. Dus als ik het zeg maar in het groot doe. Dan krijgen we dit. Kijk, drie plukken. Dit is dus niet hoe je begint. Hè? Ik ga het nu gewoon uitbeelden hoe ik haar pak.
Even kijken, zo. Je hebt 3 plukken. 1, 2, 3. Gaat er overheen. 1 keer zo. Nu ga je, omdat die er overheen gaat, met die hand pak je hem normaal. Kijk, normaal doe je dan zo. Dan gaat die er overheen. Maar nu er overheen en terwijl je hem pakt, haar mee. Zie je? Zo. En nu doe je datzelfde. Kijk, die gaat er overheen. Onder mijn duim haar mee. Zo. Hup. Haar mee. Kijk, zit haar in mijn duim. Zie? Dat is het. Dus nu ga ik hem even goed doen, deze kant. Ik heb het een beetje afgeraffeld, eerlijk gezegd. En omdat ik een lok heb. Nee, dit staat een beetje raar. Dus ik ga die gewoon even naar achter doen. Ik kan een poef doen. Zo. Je doet hem strak. Zo. En dat is dus hoe je 2 invlechten kan maken. Hopelijk hebben jullie het begrepen. Het is een beetje oefenen en voor je het weet, dan snap je het.